in Amsterdam, ja. Wat vindt u van de Noord-Zuidlijn? Een grote fiasco. Ja, er is ondertussen al 1,3 miljard uitgegeven aan deze Noord-Zuidlijn, maar we zijn er nog lang niet. Want de gemeente Amsterdam denkt uiteindelijk op 3,1 miljard uit te komen. Er wordt 1 miljard betaald door het Rijk, de rest moet Amsterdam zelf betalen. Daarmee zijn de kosten 6 keer over de kop gegaan. En het is ook nog eens 8 jaar later klaar dan oorspronkelijk gepland. We staan hier in Amsterdam, vlakbij het Centraal Station, op het punt waar de Noord-Zuidlijn de grond ingaat, waar geboord moet gaan worden. Nou, zoals bekend is de SP daar geen voorstander van. En de SP heeft Transtech gevraagd om eens een goed alternatief te bedenken. Het alternatief houdt in het samensmeden van de reeds gebouwde trajecten van de Noord-Zuidlijn. Via een straattraject door Amsterdam heen. Zodat de metrotunnel die al bij station Rij gebouwd is en de metrotunnel die al tussen Centraal Station en Amsterdam-Noord gebouwd is, gebruikt kan worden en waar er met trams gereden gaat worden, die ook in de binnenstad over straat de Noord-Zuidlijn gaat vormen. Deze foto die ik hier meegebracht heb, zien we een voorbeeld van een tram die uit een tunnel komt in Porto, in Portugal. Waar we hier nu staan, op de Dam, dit is de plaats waar de Noord-Zuid pre-metro, die dus de metro moet vervangen, naar boven zou komen. Nou, veel mensen vragen zich dan af, ja, ziet dat er wel uit? Krijg je dan een grote zwarte put hier midden op de Dam? Nou, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. We zien heel veel voorbeelden in Straatsburg, in Porto, veel andere plaatsen op de wereld waar gewoon heel netjes trams aangelegd worden in tunnels en vervolgens op een heel mooie manier naar boven komen. Reistijd is een aparte zaak, want de Noord-Zuidlijn is weliswaar heel erg snel, maar de Noord-Zuidlijn rijdt diep onder de grond. En een aantal stations ligt dieper dan 25 meter. En dat betekent dat je heel lang bezig bent om op straat te komen. Verder zijn er heel weinig stations, zodat de stations liggen heel ver uit elkaar. En dat betekent dat de metro weliswaar snel is, maar als je uit de tram stapt, dan ben je waar je moet zijn. Als je uit de metro stapt, dan ben je nog een minuut of twee, drie bezig om op straat te komen. Als je gezond verstand gebruikt, dan denk je inderdaad het idee wat de jongens van Transtech hebben bedacht. Ja, dat moet je gewoon doen. Maar ja, men is klaarblijkelijk bang voor gezichtsverlies. Heeft een psychologische blokkade. Maar een echt goede discussie zelfs. Hè, gewoon op de argumenten waarom men het dan niet wil. Zelfs die krijg je eigenlijk niet. Men houdt gewoon koet vast aan die Noord-Zuidlijn met dat ingewikkelde boren en al de risico's van die. Hey, de plannen van de SP zijn een stuk goedkoper. Dan zijn wij voor nu nog maar 300 miljoen extra te betalen. En dan is de lijn over 3 jaar al af. En dan kunnen de mensen even snel reizen, bovengronds reizen. Dat bespaart ons dus heel erg veel geld, meer dan 1 miljard euro. Dat is ruim 1000 euro per Amsterdammer wat we kunnen besparen. De bouwput van het station komen niet in de plannen voor. De tram zal hier gewoon, op plaatsen waar achter mij de trams rijden, zal ook de pre-metro tram rijden. En het station zoals dat gebouwd wordt, kan nog gebruikt worden als een parkeergarage. Of wat toch ook wel de plannen zijn. Ja. Want bovenop het metrostation, daar zou een parkeergarage komen. Ja, we kunnen nog terug. Alleen dat moet nu heel snel gebeuren. Het is nu nog mogelijk om te zeggen, we gaan hem verstandig afbouwen, de Noord-Zuidlijn. Door bovengronds te gaan afbouwen. Dan hoeven we niet te boren onder de binnenstad, wat hele grote risico's met zich meebrengt. En dan hebben we uiteindelijk voor 1,5 miljard hebben we een Noord-Zuidlijn liggen in plaats van voor 3 miljard.